Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Forberta. Ik ben Jan-Willem en deze keer gaan we kijken naar de oefentoets voor klas 2 HAVO-VWO, hoofdstuk 3, het hoofdstuk warmte. Aan het eind van de dag besluit je om een pak ijsjes te kopen in de supermarkt. Helaas zijn alle koeltassen cool op, maar gelukkig heb je wel een warme wollen trui bij je. Vraag A: smelt het ijsjes sneller of langzamer als je ze in de wollen trui wikkelt? Leg ook uit waarom. Nou. Dit is een uh, beetje tricky want iedereen denkt van: wollen trui warm, dus ik stop er ijs in en het ijs wordt warm. Nee, de wollen trui isoleert. en dat betekent dat warmte van buiten gaat niet naar binnen. Kortom, isolatie is misschien niet altijd om warmte buiten te houden. Uh, sorry, niet altijd om warmte binnen te houden. Soms gebruik je het ook de andere kant op, zoals in dit geval. Um, goed, dan gaan we nu door met vraag B. Je vertrouwt de oplossing met de trui niet helemaal. Je haalt één ijsje uit de doos en eet deze tijdens het fietsen op. Was het een slim idee om er één ijsje uit te halen? Leg uit waarom de andere ijsjes in de doos nu kouder, warmer of precies even warm zijn. Nou, er zijn een paar redenen. Um, namelijk, optie 1 is de doos is open. Dus er is nu een slechtere isolatie. Dus de ijsjes zijn warmer. Um, maar we hebben meer opties. Um, namelijk, de andere optie is dat je zegt: van... Oké, okay, ik heb dus uh, de doos met ijsjes. Oeh. ik heb een doos met ijsjes. En laat ik eens zeggen dat ik eenzelfde doos met ijsjes heb die iets groter is. In beide gevallen. Nee, het is niet groter, het is uh, er zitten... Oeh. Ik heb een doos met ijsjes en hier zit 800 gram ijs in en ik heb een precies dezelfde doos. En in die doos zit 1000 gram ijs. Um, dan is het zo dat als we hier warmte van buitenaf op laten komen... En ze vangen evenveel op. Dus evenveel warmte erin. Dan is het dat de lichtste doos warmt het meeste op. Dus het was geen slim idee. Groter is beter als je dingen langzaam wil laten afkoelen of opwarmen. En hoe groter en hoe meer het tegen elkaar aan zit, hoe moeilijker het vaak is om dingen op te laten warmen of af te laten koelen. Ja, dus volgende keer als je denkt: Goh, ik heb een bord hete soep. en je wil dat bord hete soep wil je, nou ja, snel af laten koelen. Keep het uit over de tafel. De soep verspreidt zich over het hele tafelblad. Betekent, het, heeft, het is veel meer verspreid. Er kan veel makkelijker warmte bij. Nou, het koelt veel sneller af. Er kan heel veel makkelijker warmte uit, dus. Ja, hete soep. Goed, dit was vraag 9. Dan hebben we alleen nog vraag 10. En dan uh, is het ondertussen ook weer laat genoeg op deze avond voor mij geworden om er eens een keer een punt achter te zetten, maar nog één opgave te gaan. Dus wederom bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.